Nou, welkom bij de volgende resort podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Vlachau en Wagrijn. Het ja. Ja, Chris, voor jou hele bekende gebieden, denk ik, hè? Nou, ik, ken, ik ken ze wel, maar ik ga er niet heel vaak heen. Ja. Ja, en jij? Ja, ik ben er wel eens geweest. Ik ben er wel relatief vaak geweest. Maar uh, nee, voor de mensen die niet weten waar het ligt... we hebben het hier over uh, de, de dorpen Vlachau en Wagrain in, in het Salzburgerland in Oostenrijk. Um, ze maken deel uit van de... Uh, ja, zoals bijvoorbeeld Sportweld, uh, ja. Ski Amadee of de Snowspace Vlachhout. Er zijn heel veel verschillende namen die er rond gaan. Het uh, dorp ligt niet heel hoog, ongeveer op 850 meter. De hoogste piste uh, is de wind op 2110 meter. Het is wel een groot gebied, in totaal 236 kilometer uh, piste. Overigens niet allemaal aan één gesloten, maar daar komen we zo even op terug. Nee. Uh, en dit is een gebied, nou, ik weet je, uh, hier komen heel veel Nederlanders. Zeker Vlachhout, ja, maar eigenlijk ook wel elkaar. Veel mensen kennen Vlachhout. Heel veel Nederlanders gaan daar naartoe. Ja. Dus uh, ja, in ieder geval, dat is een beetje een samenvatting van het, uh, van het gebied. Maar Chris, jij bent natuurlijk als klein meisje al heel vaak in ja, die regio geweest. Ja. Maar waarom ging je dan niet zoveel naar vlaggen en Magrijn? Nou ja, mijn, uh, mijn ouders, die hebben dus een caravan in Raadstad, bij ja. Altemarkt En dan hadden we de ski pas en dan kozen we elke ochtend bij het ontbijt, kozen we dan uit naar welk gebied dat we naartoe gingen. En dan gingen we snel naar Saarhoezee, uh, naar Rijtenalm. Nee. Maar Vlaggen daar gingen we dan niet zo vaak naartoe. En met een reden, omdat het heel vaak heel druk is. Ja. En dat is denk ik toch ook wel het nadeel van het gebied. Dus als je in de vakanties gaat, dan kan Flachau gewoon heel druk zijn. Ja. En dan kan het, uh, hoe ik het dan voor me zie, is dat je slalommend om de skiklasjes heen gaat. Um, nou goed, ja. dat is uh, wat ik in mijn hoofd ja. heb. Maar Flachau is eigenlijk best wel een leuk skigebied. Het is best wel leuk. Ja. Dus als je daar komt op de wisseldagen, dus dan plannen we dat meestal op een wisseldag. Of, dan is Flachau heel leuk ja. en zeker aan te raden ja, want er is een ja. reden dat dat zo druk is. Het is echt een populair dorp. Ja. Um, heeft met een aantal dingen te maken. Uh, de eerste is denk ik de bereikbaarheid. Want het absoluut, is super ja. super eenvoudig weg, aan ben te ben je rijden. zo uh, in het dorp. ja, je hoeft niet ja. eens, weet je, het is niet eens sprake van een pas. je hoeft hier niet nee. eens een, een, een B weg te rijden. Nee, je neemt de afslag en snel je staat weg. echt binnen 500 meter, beter zijn fantastisch. Ja. Dat je bent er zo. Bof. ja, en dan het dorp. je hebt veel. Uh, het is een het is echt een Oostenrijkse dorp. Ja. heel gezellig. Uh, met heel veel leuke ap tenten ja. En ook een aantal tenten die heel bekend zijn. Ja. Ik denk dat daarom ook heel veel mensen naar vlag gaan. Ja, en, en ook de, de infrastructuur is heel goed. Hè. De liften zijn Absoluut. Uh, zo modern. Heel snel. En ik vind wel dat vlaghow uh, van, van dat deel van de uh, sportwereld vind ik ook wel het, het leukste gebied om te skiën. Uh, ik vind namelijk, da daar zijn de Vlagas en de Pizers uh, de afdalingen lang. Ja. Uh, Afdalingen zijn breed. Heel breed. Het nadeel heel, vind ik wel ja. dat je drie liften achter elkaar moet nemen om boven te zijn. Ja. ja, om even boven te komen is het een ding. Maar als je dan boven staat, weet ja. je, dan uh, is het echt helemaal prima. Ja. Wat je net ook al zei, die, die liften zijn fantastisch. Ze hebben allemaal nieuwe stoeltjes. Hele goede piste restaurant. Het gaat dan dan heel snel. Goeie restaurant, ja. genoeg ook. Dus, uh... je ja. nee, varieert van super authentiek naar echt mega modern. Waar dus ja. je echt alles vindt. Ja. En echt hippe tenten, waar je gewoon gezellig een drankje kan drinken. Ja. En waar de DJ draait. En dat is ook waar vlaghouw behoefte aan heeft. Dus of de mensen die daar ja, ja, ja. graag uh, naartoe gaan. Dus er is echt voor iedereen wat. Voor ja. de gezinnen, voor de vriendengroepen. Precies. dat is wel heel leuk aan vlaghouw. Ja, ja, zeker weten. Kijk, en het, het skigebied is voornamelijk vind ik geschikt voor. Uh, je ziet er heel veel families, dat snap ja. ik ook wel, want de skischolen zijn top. Weet je, Dit, ja, uh, en er uh, zijn veel Nederlandse uh, ski veel Nederlandse leraren. Dus als je kinderen daar op skiles gaan, ja, dan krijg je gewoon een Nederlands les ja. en dat is wel echt ideaal. ja, nee, ja. dat klopt. dat ja, voor voor families, voor beginners, voor, voor lichtgevorderde skiers is top. Ben je een vergevorderde skier, dan is het eigenlijk kom je misschien wat uitdaging tekort? Weet je, het is niet heel stel allemaal, nee, dat klopt. Um, maar je kan wel uit... Als je het leuk vindt om wat meer een tocht te maken... dan kan je een keer naar Wagrijn. Ja. Uh, je kan uh, een keer de bus pakken naar... Uh, ja, Vlaggenwinkel. Vlaggenwinkel dan doorskiën skiën naar Zuigensee. Dus dan kan je je uitdaging zoeken in... Uh, ja, in, ja de in, kant. In, in een tochtje ja. maken. Alleen dan heb je wel heel vaak een verbindingslift nodig... of een bus nodig... of iets waardoor uh, de gebieden verbonden zijn. Ja. Maar echt een pittige afdaling... Nee, die ga je er echt niet vinden. Zi zijn er niet echt. Zijn er niet echt. En... Weet je, als je dan vanuit Vlaghouw uh, richting Magrein skiet... dan nou heb je die Mozart-gondel uh, waar je dan yeah. door skiet... dan kom je op een gegeven moment bij die, uh, bij die uh, relatief lieve yeah. uh, lift... Die, waardoor je niet meer zeg maar, dat, uh, dat busje hoeft te hebben in Magrein yes. zelf. Dus dat is de, de, de G-Link-lift van de Ek naar de Gravenberg... En uh, nou ja, dan word je dus afgezet in het, uh, in het andere deel van het gebied van Wagrain. Ja, en ook al halve halverwege de berg, hè? Dus je hoeft ja, niet echt helemaal naar het dal. Was, en dat is wel ideaal. Dat is ook wel lekker. Ja. En dan ga je dus richting, uh, nou ja, Saint-Johan eigenlijk. Ja. Uh, en, uh, nou, hoe heet dat nou? Of daar op die berg hotel, die hotelsateliet. Um, maar ja, anyway. Daar maar dus. die afdalingen, ja. die zijn relatief kort. Ik ben ja. daar een paar jaar geleden nog eens geweest. En dat deel van het gebied heeft wel korte afdalingen. Dus daar skie je ja. voor je gevoel... Heel, ja, heel even. Nou, en dan het voelt een, een beetje als een uh, verbinding. Dus je gaat Altendorf van de ene, van. Van de ene uh, afdaling naar de andere. En je moet elke keer weer een lift pakken. En eigenlijk ben je elke keer gewoon van lift naar lift aan het skiën. Ja. In plaats van dat je een lekkere ja. afdaling kan maken. Ja. En als je echt naar het dorp toe skiet, dan kan het nog voelen als een langere afdaling. Ja. Maar over het algemeen zijn het korte afdalingen. Korte afdalingen. En niet heel uitdagend. Nee, nee precies. Nee. Dat klopt. Weet je, dus, dus als je echt puur voor het skiën en je wil langer doorskiën, is Vlaggauw wel... De beste uitvalsbasis. Dat denk ik dus ook, dat, ja. Uh, absoluut. Ja, en dan heb je dus ook nog, uh, wat je net terecht al zegt... je kan dus met de bus naar Vlaggen of de auto naar Vlagho Winkel. Ja. En van daaruit heb je eigenlijk weer toegang tot een heel ander skigebied... wat wel onder dezelfde liftpas valt, wat ook dezelfde ja. naam heeft. En daar kan je dus, dan ga je naar links, ga je de snelweg over... en dan uh, kom je in het gebied, Met een treintje. Van, uh, ja, een, treintje inderdaad. Maar Zougenzee, Zougenzee. Of je kan richting Kleinhal. Ja. En ja, de richting Kleinhal is best wel een leuk stukje... Relijk relaxed, niet mega moeilijk. Nee. Uh, met een onwijs mooie uh, park. park. Ja, dat is wel ligt. heel leuk. Het is, het, is, uh, het is wel ingericht voor de jongeren, ja. uh, freestyler. Ja. Uh, en die sfeer hangt er ook wel een beetje. Maar ik vind het wel leuk om daar soms te skiën. Want er hangt gewoon een hele leuke heel sfeer. Leuk sfeer. Ja. Uh, er staat overal muziek aan. Er zijn jongens lekker aan het uh, springen in het park. Weet je. Ze hebben ook een aantal mooie funparks. Ja. De sfeer is daar wel goed, want je. je hebt halverwege de Berg heb je een, uh, een, een skatepark waar jongens dan gewoon met een skateboard lekker aan het, uh, ja. aan het skateboarden zijn. Er hangt gewoon een hele relaxe sfeer, uh, maar je moet wel van houden. Ja. Dus, uh, en als je dat niks vindt, dan ski je door en dan ski pak door. je de bus ja. naar uh, Saugenzee. Ja. ja, dat is ook leuk. Saugenzee heeft 9 van de 10 keer de beste sneeuw van het hele gebied. Ja. Ligt net even wat hoger, ligt misschien wat meer beschermd. Uh, daar heb je ook de meest uitdagende pistes. Dat denk ik ook wel. Ja. En uh, ja, dat is echt wel, uh, ja, tenminste, dat heb ik altijd van dat deel uh, van dat gebied het leukste ja. deel uh, gevonden. Ja, dus je kan wel uitwijken als je ja. als je naar vlaggen op vakantie gaat en je ja. zoekt wel meer uitdaging, dan is het echt wel leuk om een dagje zo uh, op pad te gaan. Ja. Yep. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn, voor heel veel mensen maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Die willen nee. gewoon lekker skiën. Want yes. waar het echt om gaat in vlag dat begint pas om een uurtje of. Tenminste, vier. Ja. Ja. Vier uur raadt de bel. Ja. Vier uur wordt de bel geluid. In de bekendste. Een van de bekendste, Hofstaddel. ja, de Hofstaddel, de bekendste apelskibarren ja. van Oost. Gaat het helemaal los. Daar gaat het inderdaad helemaal ja. los. Ja, en uh, je kan daar ook niet, uh, je hebt ook geen ruimte om te dansen. Het is gewoon best wel druk, ja. maar heel gezellig. Superleuke tent, ja. echt een hele leuke tent. En daar, uh, nou ja, volgens mij wordt het daarna een pizzeria. Ja, dus om acht uur uh, dan, uh, dan is het laatste nummer, altijd hetzelfde nummer. Ik weet even niet precies welk nummer dat is, maar dan weet iedereen, ja, nu is het klaar. Bent, ja, sorry, wel, ja. Uh, en dan uh, is het klaar en dan uh, gaan de lichten aan. Dan gaat er even een doekje over de banken waar we dan ja. net op hebben staan dansen. Ja. Ja. En dan uh, kan je daar inderdaad pizza eten. Ja. En als je dan nog niet genoeg hebt gefeest, dan kan je doorschuiven naar de tent. Want daar gaat het gewoon. Oh, daar gaat het, ja, daar oh, gaat ja. het oh, ja. nog over. Ja, daar gaat het nog over. Jij maar ging maar jij altijd gewoon maar. pizza eten. Ik ging waarschijnlijk pizza eten. Ja. Zou <laughs> zomaar kunnen. <laughs> ja, nou uh, oh ja, dus even kijken wat mensen <laughs> van dit gebied vinden verder. Oh, kijk, we hebben weer een. Uh, we hebben twee, twee personen die anoniem blijven. Gast 665. Oké, okay, deze is met de kerst in Wagrain geweest voor de tweede keer. Wat ik een heel groot punt vond, is dat het gebied heel erg makkelijk is. Iemand noemde dat ook een lui gebied. Ik vind de rode pistes weer blauwe pistes. Er zijn een paar zwarte pistes die wel leuk zijn. Maar persoonlijk vind ik meer moeilijke rode pistes en geen zwarte. Daarom zal ik hier niet snel op meer terugkomen. Ja, ja we hadden het ik er net over toch? Ja, Dit ja. is denk ik uh, spijker op z'n kop. Wat trouwens wel leuk is in Bagrain. Ah, Bagrain is misschien nog veel meer familiebestemming dan vlaghouden. Ja, en Bagrain is ook wel. Het is wel ja, inderdaad meer familie. En ja. het dorp is ook veel meer daarop ingericht. Natuurlijk ja. kan je daar ook wel skiën. Maar heel anders dan in Vlachhout. Ja. Het is gewoon heel, wat liever. Precies. En ja. je hebt in Bagrain ook een hele grote, heel groot zwemparadijs. Juist. Wat ook bij kids dat het erg goed doet. Ja. En als je. Um, wat, je, wat veel mensen ook doen, is dat ze verblijven in Kleinol. Dus dat is als je bij elkaar doorrijdt tot in En ik vind het, dat, bij Kleinol echt een schitterend dorpje. Dat is Echt heel mooi. En uh, de prachtige, authentieke huizen, een stuk rustiger. Veel rustiger ja. Maar, ja, echt een heel rustiger. Maar echt een hele leuke bestemming. Heel anders. En bijna niet te vergelijken als met vlaggen. dus da Totaal. Daar kan je dan ook echt wel een keuze van maken. Ja, nee, zeker. Maar goed, we hebben ook iemand die heel positief is. En dat is uh, gast 570. wie kent hem niet. Uh, die zegt over uh, Vlaggen en Magrein, van, ja, Het is een fijn en afwisselend gebied. Echt uitdagende pistes vind je niet te vlaggen, maar je hoeft er als gevorderde skier niet te vervelen. In de carnavalsvakantie geweest, en dan is het natuurlijk wel iets drukker, maar ondanks dat nergens lang te hoeven wachten. Je kunt die mooie lange afdalingen maken zonder veel in liften te moeten zitten, met uitzonderingen van de verbinding Alpendorf terug naar Makrein. Een dag in vlaggenwinkel en, en zougezegen skiet. Hier is het een stuk rustiger op de pistes. Qua dorp wel een van de leukste plaatsen om te blijven. Genoeg om te doen, ook voor de niet-skiers. Er zijn leuke hutjes op de berg waar het lekker eten is. Al met al een fijn gebied. We komen zeker een keer terug. Ja, daar kan ik ook weinig tegen inbrengen. Ja. Het is, het is al fijn en al wisselend. Kijk, het is niet heel hoog. Hè. Het is allemaal... Dat, dat is denk ik het enige... Maar dat vind ik eigenlijk van heel veel gebieden in het Salzburgerland. Het is best wel die, laag. Dat ja, is, het is niet het, het hoogste onzeker. deel van de Alpen, weet je. Dat... Nee. Nee, en dat is... Kijk, je hebt natuurlijk D-pas. Dus uh, je kan ook uitwijken een keer naar ja. Ja. En dat is wel lekker dat die... Uh, ja, of Tot dat kan. Als je, als je de Ski AMD pas hebt naar Kastein, weet je, dat is nog hoger. Ja, uh, ja, maar dat klopt. ja. In ieder geval, uh, ja, ik, ik, ik snap wel wat. Die, die mooie lange afdalingen zonder veel in liefde te hoeven zitten. Ja, die vind ik persoonlijk wel meevallen. Ik vind het niet mee lange nou, afdalingen. Het zijn niet hele lange afdalingen, maar er zit één afdaling bij, en dat is persoonlijk wel mijn favoriete afdaling. Ik heb hem even opgezocht. Ja? Dat is de Rode Elf. En die ligt een beetje afgelegen en er komt ook bijna niemand. Omdat heel veel mensen volgens mij niet weten dat hij er is. Maar dat is een serieus lange afdaling. Is dat die afdaling die zeg maar... eindigt rode tussen, gondel. Is, ja, tussen uh, Wagrain en Vlaghoud. Ja, ja. ja, dat is een mooie afdaling. Dat is een mooie afdaling. Ja, een mooie en afdaling. hij gaat een snelle gondel omhoog. Ja. Ik, als wij naar Vlaghoud gaan, dan doe ik die denk ik 20 keer. En dan, ja, dan ja, ski dag ja, ja, erop. En als ja, ja. mensen dan gaan lunchen, dan ga ik lekker in Vlaghoud ja. afdalingen ja, ja, maken. Ja, en dan. Ja, ja, ja. Dus dat is ook best wel een lange afdaling. Ja. ook vlaggenoptillen. Okay. Ja. Ja. Nou ja, weet je, en als ik verder dit, uh, dit zo zie van uh, ook genoeg om te doen, ook voor niet-skiers, ook helemaal waar. Hutjes hebben we hebben we ook al over gehad. Want je ja. hebt echt veel hutten in, uh, in vlaggen op de berg. Zeker. Eén en supermodern, ook. andere juist super authentiek. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja, en, um, en dat geeft ook wel aan hoe toegankelijk het allemaal is. Het is. Er komen heel veel organisaties die uh, reizen organiseren voor uh, uh, mensen met een beperking. Ja. En die kunnen overal heel makkelijk komen. En dus ook bij die hutten. Ja. Dus dat geeft heel erg aan dat als je niet helemaal goed te been bent... dan is in Vlagau dus geen probleem. Nee, klopt. Dus je kan gewoon lekker de berg op bij een hutje gaan zitten. Lekker ja. je koffie ja. drinken. En uh, kijken naar de kids die daar in het kinderland aan de gang ja. zijn. Ja. Ja. Hey, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet gehad over... de bekendste inwoner van Of uh, van Tenminste, ik weet niet of hij er nog steeds woont. Maar... Ik heb echt geen idee. Nee, heb je geen nee. idee? Niet over wie ik het heb? Nee. Herman Maier? Ja. Hij heeft zijn eigen skischool, toch? Ja, eigen ja. skischool. Uh, eigenlijk, als je, dat is wel leuk, als je daar de VVV uh, binnenloopt in Vlaghouw, daar heb je dus een, een mini-museum van Herman Maier. Ja, je hebt er al wel eens geweest? Yeah, of, ja, ik, ik, ik was laatst in uh, Vlaghouw en uh, toen ben ik daar even binnengelopen. En daar zie je dus, uh, nee, weet ik weet niet, het Bib, dat soort dingen van, uh, van Nakano. En voor mij ook dezelfde medaille van, uh, van de Spelen. Nee, uh, de Ja, de ze zijn nou daar wel heel trots Ik weet dat. Dat er ook een beeld van hem staat. Ja. En, uh, bij ah, en de ja, het en is, terecht, is gewoon tuurlijk. een van de beste ja, uh, ja. ooit geweest. Dus uh, ja. gewoon een monster. En iedereen herinnert zich denk ik nog wel die val van hem in Nakano uh, Tenminste, uh, ik wel. Maar iedereen die Nakano 98 uh, gekeken heeft, die, dat was het moment van de spelen waarin waar uh, je op de afdaling werkelijk waren. Misschien wel 100 meter door de lucht vloog en door vier netten heen knalde. En ik geloof een dag later. Goud won op de, wat, ik weet niet meer of het de, de reus was of de Super G, weet, geen idee. Maar we wonnen in ieder geval goud daarna. Normale mensen hadden, nee, echt niet, eh. hadden niet meer opgestaan. Nee. Dus het is, het is echt een, een legende, zeker in, in dat dal. Dus, uh, ja, ook dat is dus een, uh, leuk om even te kijken als je geïnteresseerd bent in, uh, in de geschiedenis van het skiën, om even bij de VVV te gaan kijken naar. In uh, Ja, wat dingen van, uh, van Herman Meijer. Dus, uh, even, volgens mij hebben we het wel een beetje gehad over vlaggen en Rhein? Nou ja, dit was de Resort Podcast. Heb je nou zoveel gebied wat je graag besproken wil hebben? Uh, waar je misschien twijfelt om heen te gaan, of, uh, of gewoon meer over wil weten? Uh, laat het achter in de comments op het forum. Um, ja, weet je, misschien pakken we jouw gebied wel uit om het in een volgende podcast te bespreken. En dan uh, gaan we er weer wat moois van maken. Bedankt voor het luisteren.